De offers die ik maak voor jouw fucking video's. Confession time. Wat gebeurt er? Wie ben je? Hallo lieve mensen. Deze week ga ik weer een experiment doen op aanvraag van jullie. Ik ga namelijk een hele week op korting leven. Ik mag dus alleen maar dingen kopen die in de aanbieding zijn. Ik ga dus vol op koopjesjacht en hopelijk bespaar ik heel veel geld. We gaan het zien. Zo, vandaag is dag 1 en ik ben de ochtend goed begonnen, want ik had een high tea, een cadeautje nog voor mijn verjaardag van vriendinnetjes. Dus ik heb een gevulde buik. Maar nu ga ik even plannen. Iedere supermarkt heeft natuurlijk weer andere aanbieding en ik wil wel lekker en gezond eten. Dus ik ga even de website af om mijn boodschappenlijst te plannen. Ik voel me nu al een zeer georganiseerde huismoeder. Nou, ik moet een gevoel vasthouden, denk ik. Eerst zit Jelintje, we gaan naar de supermarkt. We hebben een avondje met vrienden. En nu moet ik dat verzorgen. En dus allemaal skralen, kortingsdingetjes kopen. Niet tegen een paal aanlopen is ook iets. Deze paal, dankjewel, Dick. Wat gaan we doen? Allemaal aanbiedingen bij elkaar zoeken. Dat gooien we allemaal bij elkaar. Dan gaan we kijken of we daar een gerecht van kunnen bouwen. Want dit gaat niet op. Dat is echt top. Want na een half uur hebben we dit. Ja, goed idee. Jij pakt dit pad. A few moments later. Hallo. Nou, het wachten is op Dick, hè? 5 minuten. Tel jij af? Altijd is het wachten op Dick. Ondertussen heb ik gewoon lekkere worstjes en hummus en om in te dippen. Hé, hey, dat is in ieder geval goed. Want dat kan samen met... Waar we niks aan hebben. Dat zou ik oké, Oh, maar dat gaat echt heel goed met mijn gevonden tonijnstukken. Vooraf kunnen we beginnen met een Toscaanse tomatensoep of een champignon crème soepje. Dan heb ik ook nog de sauzen van de kip siam. Dat kan ik echt niet kopen hoor. En de lasagnette. En tot slot de zwarte reuzen in de aanbieding. Well done Albert Heijn. Well done. Niet kopen. Echt. Flikker op. Oké, wacht even. Handen hoog voor wie zijn experiment dit was. Kijk nou, korting heaven is dit. Oh, dit is waar alle spulletjes met korting naar de hemel gaan. Oké, gisteren hebben we dus uiteindelijk een soort bij elkaar geraapte curry gegeten. Wat wel lekker was, maar... En ik kom er dus achter dat het best wel lastig is om een gerecht te maken van alleen maar kortingsproducten. Want je hebt altijd wel weer een ingrediënt nodig die niet echt in de korting is. Maar als je gewoon een goede basis hebt met pasta's en rijst en zo, wat je gewoon standaard in huis hebt, groentes. En je kiest dan wat er verder in de aanbieding is, dan kan het best wel misschien wat schelen, denk ik. Tot zover mijn bevindingen. Ik ga ontbijten. Ik ben vandaag in mijn favoriete supermarkt, Ecoplaza. En ik heb al heel wat lekkere dingen gevonden. Lekker brood, tempeh. En ik denk voor vanavond dat ik gewoon een kant-en-klaar maaltijd ga nemen voor Max en mij. Dat wil ik wel eens proberen, ben wel benieuwd naar. Max, ik had eigenlijk dus bedacht dat ik dit in de oven ging doen. En dan zou serveren op een bord, zodat je zou denken dat ik het vet handgemaakt, authentiek had klaargemaakt. Maar je bent een beetje vroeg. En nog iets. Want ik bedenk me nu pas dat je helemaal niet van lasagne houdt. Ja, maar ook niet, en je houdt ook niet van moussaka. Aubergine. Ja, überhaupt moussaka. Dus dat is... Sorry, het was in de aanbieding. De offers die ik maak van jouw fucking video's. Dus dit, dit is wel een terugkerend onderwerp nu aan het worden. Ja, precies. Wij zijn zo fancy, jongen. Kijk ons eens chic zijn. Oh. Staalbakkenbrigade. Het is wel lekker, hè? Ja, ik vind het best wel goed te doen. Ik doe mijn kleren uit. Het is zo'n YouTube video. Jezus. Max, doe normaal. Wat gebeurt er? Wie ben je? Ik ben een vogel. Deze is aanschouwing. Jezus. Jezus. Jee, Max! Oké. Oké, ik heb 4, 5 pitjes op mijn oké. Ik ben echt helemaal kwijt wat ik wilde zeggen. Hier, oh ja, ik wilde zeggen. Vanavond eten wij... Vanavond eten wij restjes van dingen die ik al met korting heb gekocht. En dingen die ik nog in huis had. Want ik haat het. Ik haat het om eten weg te gooien uiteraard. Dus dat gaan we doen, Max. En ja, het wordt echt een bijeengeraapt zooitje. Je moet het er maar mee doen, sorry.
Nou, de rest mij geen keuze, hè? Ik heb iets fantastisch gevonden voor mijn experiment. Dit is dus een website en daar staan gewoon alle acties op waarbij je dan dus producten kan proberen. En als je dan je bonnetje denk ik inlevert weer of opstuurt, dan krijg je dus je geld terug. Oh my god! Ik denk dat ik daar te lui voor ben. Eerlijkheid gebiedt mij dit te zeggen. Maar hey, het is wel gratis spullen. Oké, dit is dus stiekem echt een van mijn favoriete ontbijtjes. Vanille soja yoghurt met de granola van Jet. Soja yoghurt was in de aanbieding trouwens. Nieuwe dag, nieuwe supermarkt. Eindelijk wat groente in de aanbieding. Yes. Kijk, dit haat ik dus, hè, als vlees in de aanbieding is. Oké, confession time. Als ik een avond alleen eet, dan eet ik echt de meest rare combinaties. De meest rare shit. Vanavond wordt het dus ook gebaseerd op de aanbiedingen uiteraard. Wat gegrilde courgette met wat uien en zo. En misschien nog wat groenten dat in mijn koelkast ligt. En pannenkoeken. Want daar had ik vet trek in. En dat was in de aanbieding. En ik had ook nog melk in de aanbieding. Plantaardig melk. Dus yay! Wat is dit? Yay! Dus ik ga eerst heel veel groenten eten. En als ik er nog ruimte over heb, dan maak ik een pannenkoek. Best night ever! Jee! En een pannenkoek met vegan kaas, die echt heel erg lekker is trouwens. Kat, blijf er nou eens vanaf. Een zeer groot en ernstig dieptepunt in deze video is bereikt. Want... waar zit je? Hier, ja. Er is geen... ik herhaal, geen kaassoufflé in de aanbieding. Hoe dan? Ik heb geroeid met de riemen die ik heb voor deze gasten. En het is een pasta geworden die in de aanbieding was met een vegan kaassaus van cashews en groenten. En ik wens jullie succes. Ik hoop dat de riemen smaken. Ik ben wel blij dat, dat mijn leed nu gedeeld wordt. Ja, ik zit er op jouw level echt. Dus ook voor de beste vriendin is het gewoon, die doet het maar mee. De conclusie van de avond was het te hakken. Hakkenbol. Jij mag eerst. Ja, was het hakkenbol? Hakkenbol. Ja. Ik ben wel zo vol, echt nu. Hak. Ja, het was best oké. Okay. Ik weet niet of ik fan ben. Tot zover. Je was gemaakt van cashews, toch? Ja. Kaassaus van cashews. Cashews. Ik voel alsof bij het zit. Cashews. Cashews. Goeie grap, Max. Werk er nog even aan. Ik zou dit dus allemaal kunnen kopen voor bij elkaar 4 euro. Dat is echt helemaal niks. Mits ik natuurlijk alle bonnetjes inscan en opstuur. En dan krijg je waarschijnlijk pas over een week of twee je geld terug. Maar... en bovendien zijn het helemaal geen producten die je wil kopen. Want het is allemaal echt leuk. Maar hey, het kan. Oké, ik ga je zo vertellen hoeveel ik uiteindelijk heb bespaard deze week. Maar eerst nog even dit. Want ik heb namelijk gehoord over dat supermarkten vaak eerst de prijzen van hun producten verhogen. En dan vervolgens de echte normale prijs, zeg maar, als aanbiedingsprijs gebruiken. Puur om mensen het gewoon lekker te laten kopen, want een aanbiedingsprijs, dat geeft natuurlijk een goed gevoel. Wie weet hier meer over? Vertel het mij. Trap er in ieder geval niet in. Koop alleen dingen die je echt nodig hebt. En niet omdat ze gewoon in de aanbieding zijn. Anders is het natuurlijk zonde voor zowel het eten als je portemonnee. Ik vond wel dat er weinig verse producten, groente en fruit in de aanbieding was. Waardoor ik het lastig vond om echt goede, voedzame maaltijden in elkaar te draaien. De beste koop die je denk ik kunt doen is als iets in de aanbieding is, omdat het een vers product is, lokaal en in het seizoen. Ten slotte, ik heb €46,39 uitgegeven deze week en ik heb €17,55 bespaard. Best oké, okay, best oké. Okay. Deel nog even jouw beste bespaartip in de comments en ik zie je volgende week. Bye bye!